Ben je benieuwd waar je zomaar de Koninklijke Familie zou kunnen tegenkomen? Ook zij hebben hun favoriete hotels waar ze graag terugkeren. Hoewel de Oranjes veel waarde hechten aan hun privacy, bestaat er een kans dat je hen hier spot. Een van de bekendste plekken waar je bijna zeker weet dat je de Oranjes ziet, is Leg in Oostenrijk. Al sinds de jaren zestig verblijft de Koninklijke Familie in het luxe gasthof Post Hotel tijdens hun wintersportvakanties. Of het nu tijdens het ontbijt of op de piste is, je zou zomaar koning Willem-Alexander kunnen tegenkomen. Wintersport in Leg is voor de Oranjes een echte traditie. Jarenlang poseerde de familie hier voor het beroemde fotomoment in de sneeuw. Hoewel dit officiële moment sinds 2020 niet meer plaatsvindt, blijven de Oranjes Leg trouw om van de wintersport te genieten. Op Koningsdag heb je de kans om de koninklijke familie te zien, en soms zelfs een dag eerder. Als Koningsdag ver van Den Haag wordt gevierd, kiezen de Oranjes er vaak voor om de nacht van tevoren al in de betreffende stad te overnachten. Dit voorkomt dat ze vroeg op reis moeten en zorgt ervoor dat ze de dag fris beginnen. In 2024 verbleven koning Willem-Alexander en zijn gezin bijvoorbeeld in het Van der Valk Hotel in Emmen, en in 2022 kozen ze voor hetzelfde hotel in Maastricht. Waar ze in 2025 tijdens Koningsdag in Doetinchem zullen overnachten, is nog niet bekend, maar het zou goed kunnen dat ze opnieuw voor het Van der Valk Hotel kiezen. Als de koninklijke familie de Nederlandse Antillen bezoekt, verblijven ze vaak in een specifiek hotel, het Avila Beach Hotel op Curaçao. Dit stijlvolle hotel aan de kust van Willemstad is een geliefde plek voor de Oranje's. Vooral prinses Beatrix was hier regelmatig te gast. In de jaren 90, toen ze nog koningin was, beschikte ze zelfs over een eigen vleugel. Een van de hoogtepunten van het hotel zijn de twee privéstranden, perfect om te ontspannen. Benieuwd wat het Avila Beach Hotel zo bijzonder maakt? Of benieuwd onder welk dekbed de Oranjes hier slapen en met welk uitzicht ze ontwaken? Je kunt het zelf ontdekken door hier te overnachten. Voor ongeveer 200 euro per nacht kun je een kamer boeken en je een beetje koninklijk voelen.